Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Karin Schotten, online ook wel bekend als Sligo Art. Ik ben fotografe en ik bewerk foto's. Dat doe ik al een aantal jaar en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Op verzoek van de Facebookpagina Photoshoppen Leren Samen ga ik vandaag laten zien hoe je van een gewone foto een poppenhoofdje kunt maken. Erg leuk om in fotomanipulaties of foto-edits te gebruiken. De foto's die ik gebruik komen van Pixabay, van Pexels of zijn van mezelf. En de links kun je onder het filmpje vinden. Ik wens jullie heel veel plezier en mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag. We beginnen met het maken van een nieuw document. Omdat ik er een boekomslag van wil kunnen maken, maak ik hem 20 cm breed, 30 cm lang op 300 dpi. Maar je kunt natuurlijk ieder gewenst formaat maken. We beginnen met het maken van het hoofdje. Daar heb ik deze foto voor. Deze foto komt van Pixabay en is vrij te downloaden. Allereerst gaan we het hoofdje selecteren, want dat is wat we nodig hebben. Dat doe ik heel simpel met de lasso tool. Het hoeft ook helemaal niet super netjes. We nemen ook iets van het haar mee. Zo. En als ik de selectie klaar heb, klik ik op Ctrl en J of Command en J. En dan heb ik alleen het hoofdje heb ik over. Dit is waar we mee gaan werken. Ik maak het hoofdje eerst iets groter en ik werk met de nieuwste Photoshop, dus ik hoef Shift niet meer ingedrukt te houden om hem evenredig te vergroten. Nu kopieer ik deze laag. Waarom? Omdat we het origineel gewoon nodig hebben straks. Ik zet hem even uit. Dus dit is het origineel. Origineel hoofdje. En dit is het hoofd. Pop. Nou, wat doen we nu? We maken een nieuwe laag met een Eclipse tool. En die maken we zo breed als dat we het hoofdje willen hebben. De doorzichtigheid iets verlagen, zodat je goed kan zien waar je ellips zit. Zorg dat hij in het midden zit. Ik wil hem iets hoger hebben. En ik druk de controltoets in. Zodat ik alleen de bovenkant omhoog haal en niet het hele plaatje groot maak. Gaan we weer terug naar het poppetje en dan kiezen we de transformeer tool warp. Ik weet niet hoe die in het Nederlands heet, maar hij zit ongetwijfeld op dezelfde plek. En dan gaan we nu het gezichtje passen in de eclipse die we gemaakt hebben. Daarom heb ik hem ondoorzichtiger gemaakt, zodat we kunnen zien wat we aan het doen zijn. Zorgen dat ze een beetje recht blijft. En als je denkt dat je klaar bent, zet je de ellipstoel uit en heb je de start van je poppenhoofdje. Ik vind haar voorhoofd een beetje te klein in verhouding met de rest. Dus ik doe er nog een klein beetje aanpassen.
zodat de verhouding weer een beetje beter klopt. Maar ook dat is helemaal aan jezelf. Je kunt het hoofdje maken zoals je het hebben wil. Zoals je ziet is alles nu uitgerekt en is het eigenlijk alleen maar een vervormd kinderhoofd. En dat was niet de bedoeling. Dus we zetten de originele foto weer even aan. En dan gaan we de ogen selecteren. Neem vooral een stuk huid en een stuk neus mee. Origineel hoofdje geselecteerd, Ctrl J. En dan zijn dit de ogen. En die zetten we voor het poppenhoofdje. Nu kunnen we dat op een aantal manieren doen. We kunnen dat met warp doen. We kunnen het ook gewoon met schalen doen. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Maar ik druk de controlknop in. Want ik wil de ogen eigenlijk alleen maar groter maken. Klein beetje kijken wat ik aan het doen ben. Of de ogen weer een beetje op de goede plek zitten. En of ze ongeveer even groot zijn. In ieder geval het startpunt van de ogen. En dat hoeft ook niet per se. Maar het is wel makkelijker straks. Om alles weer passend te krijgen. Deze geven we een masker. En dat gaan we weghalen wat we nu nodig hebben. Ik ga boven de ogen nog een heel klein stukje terugzetten, want we zien nu de wenkbrauwen en dat is het niet. Dat zijn de ogen. Zetten we weer even uit.
gaan we naar het originele hoofdje. En daar gaan we de mond en de neus gaan selecteren. Nemen we een beetje aan de brede kant. Ik neem ook de schaduw van de ogen mee. En de kin. Ctrl J of Command J als je op een Mac werkt. En deze zetten we voor de ogen. Nou, je ziet, nu klopt er helemaal geen hout meer van. Maar dat geeft niet. Dat komt echt goed. Ik ga allereerst zorgen dat de kin van het mondje weer overeenkomt met de kin van het hoofdje eronder. Dus ik ga hem eerst even verplaatsen. Ik wil dat ze een beetje een uitstekend kinnetje heeft. Dus even iets groter. Zodat we beter kunnen zien wat we aan het doen zijn. Nu is het kinnetje net even onder de eclips. Nou, dit is natuurlijk geen gezicht. Dus wat gaan we nu doen? Dit was de neus en de mond. We zetten het weer even uit. We gaan weer naar de originele laag. Nu selecteren we de wangen. Ik neem weer dit stuk mee. En ik neem ook een stuk van het kinnetje mee. Niet de mond zelf, maar wel er vlak langs. Ook een stukje onder de neus en naast de neus. Ctrl J, Command J voor de laag. Dat is wang 1. Terug naar het hoofdje. En gaan we de andere kant. Nu doe ik het fout. Dus vlak langs het mondje. Een stukje onder de neus. Dat is het tweede wangetje. Zo. Deze twee lagen, die zetten we naar boven. Onder of boven de ogen, dat is niet zo spannend. Neus en mond. En niet vergeten het hoofd aan te zetten. Het originele hoofdje mag weer uit. Dan gaan we eerst de wang. Gaan we wat groter maken. Hij moet natuurlijk wel passen bij het mondje. Dus die trekken we met de controle. Trekken we die er naartoe. Ik zal hem even eroverheen zetten, zodat we beter kunnen zien wat we aan het doen zijn. Controle ingedrukt houden. En we gaan zorgen dat deze en deze
Ja. Even die neus eroverheen zetten. Dat we een beetje kunnen zien hoe of wat. Die wang een beetje klopt en de mond een beetje klopt. Nou, dat ziet er wel aardig uit. Dan gaan we naar wang 1. En dan gaan we hetzelfde doen. Als je ziet, gaat het er een beetje om dat de kleuren een beetje overeenkomen. Kijk, dat is de neus. Die ook een masker geven. Dan gaan we weghalen. Wat we niet gaan gebruiken. En dan doen we hetzelfde. Dan gaan we naar de neus. Masker. Dan zie je dat ik hier de originele neus er weer onder zie. Dat wil ik niet. Bij de wang. En aan de andere kant hetzelfde. En dat is weer wat je niet gaat doen. Even kijken wat hier nog zit en waarom die nou zo licht is. Nou, omdat ik een foutje maak. Sorry jongens. Ik zat niet op het masker. Simpelweg gewoon terug.
Ik ga mijn neus iets langer maken. Zo. Ze begint al aardig op mijn poppenhoofdje te lijken. Ergens heb ik een stukje. Ja. Ja. Een stukje op. Van de kin laten zitten. Nu hebben we hem zover dat hij er qua kleur goed uitziet. Wat doe ik nu? Ik maak een nieuwe laag. Ik druk Ctrl, Shift, Alt en E tegelijk. Zodat alles wat we nu gedaan hebben op één laag staat. Dus dit is het pophoofdje. Nu wil ik de ogen nog iets extremer maken. Hoe doe ik dat? Dat doe je heel eenvoudig. Dat doe je met de uitvloeiing tool. De Liquify. Die heeft gezichtsherkenning. En gelukkig is het nog steeds herkenbaar als een gezichtje. Dus hier kun je de ogen nog extremer maken als dat zal zijn. En ik hou van hele extreme ogen. Zorg dat je ze wel een beetje evenredig maakt. En ik breng de afstand weer een klein beetje dichter naar de neus. Als je tevreden bent, klik je op oké. En daar is het begin van het poppenhoofdje. Ik zet alle lagen die ik gebruikt heb. Zet ik even in een groep. Dat doe je door Ctrl G of Command G. En dit zijn de originele lagen van het hoofdje. Die zetten we uit, want we hebben tenslotte al een poppenhoofdje. Dan gaan we het poppenhoofdje gaan we een masker geven. En dan gaan we de ogen daar even uithalen, want die zijn helemaal uitgerekt en dat is niet mooi. Zorg dat je alleen weghaalt wat je niet nodig hebt en laat zitten wat je wel nodig hebt. Omdat je het met een masker doet, kun je altijd weer stukjes terughalen. Ik ga er eigen wimpers gebruiken straks. Die laten we allemaal zitten. Alles wat te ver is uitgerekt, haal ik wel weg. Dat vind ik
gewoon niet mooi. Dan kunnen we nu gaan bedenken hoe ze moet gaan kijken. Wordt ze verdrietig of wordt ze heel vrolijk? Want ogen zeggen eigenlijk alles. Tot dusver hebben we het poppenhoofdje klaar. Nu gaan we de ogen toevoegen. Daarvoor gebruik ik over het algemeen foto's van Pixabay of Pexels. Je kan ze ook zelf tekenen erin, als je daar goed in bent. Dus laten we eens gaan kijken welke foto we daarvoor gaan gebruiken. Ik gebruik hiervoor de plugins van Pixabay en Pexels. Wat ik met dit poppenhoofdje ga doen, is het maken van een steampunk pop met een paraplu in haar handen. Ik wil dus dat ze een beetje een oogopslag heeft, dat ze omhoog kijkt. Dus ik ben gaan zoeken en ik heb deze foto gekozen. Op Pixabay kan je zowel in het Engels als in het Nederlands zoeken. Geen probleem. Even naar beneden scrollen. Ik heb deze foto gekozen. En ik open hem als een nieuwe laag in de plugin. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon op Pixabay opzoeken. En hem dan downloaden. Geen probleem. Het eerste wat ik ga doen met deze foto is de ogen wat boller maken. Dat doen we weer met de liquify of uitvloeiend doek. Ook hier herkent hij gelukkig een gezicht. Dus ik ga de ogen groter maken. Deze zet ik extreem dicht bij elkaar, maar dat is meer ja, dat is eigenlijk meer omdat het dan makkelijker past. Als ik soms stop met praten, dan is dat omdat ik niet gewend ben om filmpjes te maken. Zeker niet om te praten tijdens filmpjes. Dus, sorry daarvoor. Ik vind ze zo wel aardig, dus ik klik op oké. Nu zijn ze groter. Dan gaan we deze foto achter het hoofdje zetten. En dan gaan we eerst maar eens even kijken hoe het oog nu. Kijk, nu is het oog extreem groot. Die maken we wat kleiner. Nog steeds te groot. Want we willen wel graag een beetje wit zien. Maar hem nog iets kleiner. Niet veel. Zo vind ik hem wel aardig. Die gaan we kopiëren, want we hebben twee ogen. Deze zetten we even uit. Deze krijgt een masker. En je zult je afvragen waarom ik alles met maskers doe. Maar ik vind het ontzettend handig als ik gewoon kan terughalen wat ik achteraf toch nodig blijkt te hebben. En als ik dat niet met een masker doe en dan gaat het weer fout. Het is echt heel vervelend af en toe. Dan kan dat niet.
En ik vind het gewoon fijn als dat wel kan. Zo. Dan gaan we naar het andere oog. Ook deze geven we een masker. En nu hebben we een heel mooi poppenhoofdje met super grote ogen. En we hebben een heel klein stukje dat je de bovenkant van het oog kan zien. Dus gaan we even naar het poppenhoofdje. Hier even dat witte randje weghalen. Nog een klein randje. Dat was iets te wel. Zo. Wat ik dan zelf doe, dat hoeft niet. Maar dat doe ik wel. Ik maak een nieuwe laag. Ik selecteer de kleur van de binnenkant van het oog en met een brush zet ik er een klein laagje overheen. Dus je hebt op multiply. En kan eventueel kan je nog iets lichter maken. Zoals je ziet, klopt de overgang nu beter. En je kan hem. Je moet hem voor het poppenhoofdje leggen. Als je achter het poppenhoofdje, maar voor de ogen, hetzelfde doet, kun je een mooie schaduw aanbrengen in het oog. En aan deze zet je op multiply. En dan kun je eventueel een heel klein beetje blurren. Zodat je een echte schaduw van de wimpers krijgt. Nu zie je dat ze geen wenkbrauwen heeft. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè. Moet wel een paar wenkbrauwen hebben. Nou, ik teken de wenkbrauwen. Daar heb ik brushes voor. Dus die ga ik even inladen. Dan ben ik zo mee terug. Ondertussen heb ik de brushes heb ik ingeladen. Deze zijn gekocht. Je kunt natuurlijk altijd de originele wenkbrauw kopiëren
uit de originele foto en deze gebruiken. Dus je hoeft het niet te tekenen. Ik selecteer een kleur uit het haar, want over het algemeen past dat het beste. En dan tekenen wij een op een nieuwe laag een wimpje. Deze kunnen we natuurlijk een beetje draaien. Kleiner maken, groter maken. Dat kan ook met de wenkbrauwen. Als je ze zou kopiëren en plakken. Nou, deze kopieer ik. Met transform flippen we hem de andere kant op. En met deze geselecteerd maken we de tweede wenkbrauw. Op deze manier kun je je pop een heel eigen gezicht geven. En het kan zijn dat je dit niet mooi vindt. Dat geeft helemaal niks. Daar is ieder helemaal vrij. Wenkbrauw. En wenkbrauw. Op deze manier kun je je poppenhoofd natuurlijk wel ieder gewenste emotie geven of uiterlijk geven. Ik vind dat deze wenkbrauw niet helemaal is zoals ik hem wil. Dus ik hou controle even en ik haal hem ietsje omhoog. Zo. En dat doen we ook even bij de andere wenkbrauw. Maar nogmaals, dit is, ja, heel persoonlijk. Dit is, je kan het doen zoals je het zelf wil. En dit is het poppenhoofdje. Van een gewone foto. Ik ga hier nu verder mee werken. Het resultaat laat ik ongetwijfeld op de Photoshop Doe Je Samen pagina zien. Ik hoop dat jullie dit leuk hebben gevonden. En dat jullie er net zoveel plezier aan zullen beleven als dat ik doe om deze poppenkopjes te maken. Bedankt voor het kijken. En als je vragen hebt, stel ze gerust. Ik zal ze altijd antwoorden. Doei!